Karel Suidema, oud huisarts in Wezep. Ik kan wat vertellen over mijn levensloop. Ik ben geboren in Indonesië. Op mijn 13e jaar naar Holland, net op tijd teruggekeerd voor de Japanse invasie. Heb hier mijn artsexamen gedaan in Utrecht en ben dus na de oorlog als oorlogsvrijwilliger met een vrijwilligersbataljon naar Indonesië gegaan. Maar mocht terugkomen omdat mijn vrouw wegens ziekte mijn verblijf hier nodig had. We zijn in 1947 terechtgekomen in Wezep en daar heb ik dus in 4 jaar gewerkt in jeugdvreugd, jeugdverdriet. En daarna mijn praktijkhuis gebouwd in de Van Limburg-Stierenlaan. Apotheekhoudende praktijk. Ik moest nog, toen ik hier kwam, de tuberculosepatiënten in de gebouwtjes, in de buitenhuizen, wat voor de stond, moest dus 1 keer in de week ging ik daar rond en dan wachten ze dus op opname in het sanatorium. Dus de geneeskunde is enorm gegroeid. Ik ben dus 20 februari 19 geboren in Jakarta, Batavia, Salemba. En mijn beide grootouders zijn als zendeling naar Indonesië gegaan. Beide grootouders. Dus je hebt zendelingenbloed? Ja, zeker. En daar is veel uit voortgekomen. Daar is echt, daar hebben die beide mensen hebben werkelijk geweldig werk gedaan. Dus in mijn familie komt veel datzelfde genomen voor, de eigenschap dat je dus belangstelling hebt voor de dingen van het geloof en het geloofsvoed. We hebben daar in Indonesië een fijne tijd gehad en we hebben een bungalow aan de pas van Batavia naar Bandung, naar boven. En daar hebben we een bungalow gezet en daar gingen we dus in de vakantie altijd heen. Te midden van de theetuinen. En dan gingen we dus met de anderen samen kamperen met de tenten daar in de bossen. We hebben een geweldige tijd gehad. Nou, we zijn dus met mijn 13e jaar zijn we hier naartoe gekomen. Omdat mijn eigen vader, werd afgekeurd, vervroegd afgekeurd, ook weer wegens overspanning. Mm. Mijn eerste moeder is overleden door een vergiftiging. En mijn vader is toen hertrouwd met haar zus, die altijd al bij ons in huis was. En toen zijn we samen in Holland terechtgekomen, in Hilversum. Uw grootouders waren zendeling, maar was uw vader dat ook? Want dat heb ik gemist. Mijn vader was ambtenaar. Ambtenaar heeft in Muntok gezeten, dat is bij Sumatra, dat eiland dat daar is. En toen is hij later ambtenaar geworden en heeft daar dus een mooi stuk werk gedaan voor het oprichten van een verzekeringsbank. En hij is op vervroegde leeftijd zijn ze dus hier naartoe Holland teruggekomen. En dat is achteraf eigenlijk een reuze geluk, want mijn hele familie is in de Jappenkampen terechtgekomen. En dat is een heleboel. Nou, daar weten de mensen niet te veel van. Maar het was een vreselijke moeilijke tijd. Ja, klopt. Hebben we dat gehad. Maar jullie waren net voor die tijd terug net naar Nederland. Net op tijd teruggekeerd. Nou ja, een jaar van tevoren. We zagen het niet aankomen, maar het was wel. Het zat er aan te komen. Van mijn familie zaten veel in de cultures. Het was een hoogtij. Tabak. De daily tabak van de sigaren en de rubbertuinen koffie en thee. En dat is enorm uitgebreid, ja. die cultures. En dat is nog steeds een plaats waar veel de economie uit tevoorschijn komt. En dat stimuleerde die Van Limburg-Stierum ook wel? Van Limburg-Stierum en zijn regering hebben toen al in de gaten gehad dat ze eigenlijk de regering toen al moesten voorbereiden, ja. Op wat ooit. Er was nog geen decolonisatie, dat is na de oorlog wel gekomen, maar wij hebben er van tevoren eigenlijk al behoorlijk aan kunnen voorbereiden, zo is het eigenlijk. Mijn vader is gewoon met pensioen gegaan. Oh ja, oh ja. Hij had een behoorlijk pensioen hoor. Ja, dat is wel best. Die ambtenaren hadden een behoorlijk pensioen. Tropenjaren? Huh? Tropenjaren? Ja, tropenjaren tellen dubbel hoor. Ja, goed. Ja. We zijn 2 keer met verlof geweest nog, we hebben een goede tijd gehad. Ik heb hier gewoond aan de niet de Beatrixlaan, maar die Margrietlaan.
En daar hebben we jarenlang, en later in de Limburgstieren, hebben we het met z'n vier kinderen. En de bevalling deed ik thuis, dat deed ik samen. Daar bemoeide zich niemand mee. Ik haalde het kind en ik waste het en ik deed het in de wieg. En de wegzuster kwam en dan kon ze van mij een stukje taart krijgen. Dat was leuk. Toen ben ik dus in de huisartsenpraktijk gedoken. Eerst intens met de apotheek. Ik had een apothekersassistente. Mijn vrouw is nog een tijdje de apothekersassistente geweest. Dus we maakten alles zelf. Pillen draaien, zetpillen maken, poeders vouwen, zalven maken. Dat deden we allemaal zelf hoor. En wij moesten dat opgeven. Ik wou hier een apotheker komen. En dan zijn we dus met z'n drieën afgedwongen, dus we hebben onze apotheek moeten verkopen. Dus we hebben nog hier een apotheek, hè? Ja. En alleen Broekens, en dat was een homo, toen was dat verboden. Hij is verboden, hij moest weg. Moet u meemaken hoe in één generatie de tijd toch enorm verandert. En we hadden samen wel praktijk. En toen de derde kwam erbij, en daar kan ik weer niet op de naam komen. Dus we waren met drie huisartsen. Dus het was echt inderdaad hard werken geblazen hoor. Bevallingen deden we, dat was er toen bij. En het was wel een tandarts, maar wij deden als kies getrokken moest worden, dat deden we zelf. Hoor. Dat was allemaal. Die tijd is echt helemaal voorbij. In 1942, dat was vlak voordat de universiteit gesloten werd, we moesten de eed van trouw beloven aan van de NSB. En zo ben ik in Friesland terechtgekomen. Ja, stagiair. Daar ben ik dus mee begonnen zo even, vanwege de hongerwinter. En daar ben ik dus bij twee huisartsen, heb ik praktijk gedaan. In Franeker en in Noordwolde. En die man in Noordwolde die is toen ook weer opgepakt wegens een aanval op Heerenveen op de Bonnenstation, die Bonnenhuizen. En daar heb ik dus mijn vrouw leren kennen, die daar ook naartoe was gekomen wegens honger. En nou, toen ontmoetten we elkaar daar en dat was meteen raak. Waar kwam zij vandaan? Het Zuurhuis ter Veen. Daar was haar broer, dat was die predikant. Oh. En zij kwam uit Bussum, waar haar vader leraar was, leraar en de hele familie. De Blonette familie, haar broer was predikant, dominee Blonette. En toen zijn we getrouwd, want ik wilde getrouwd zijn. Ik wilde als getrouwde naar Indonesië. En daar is eigenlijk de omslag. Is eigenlijk de omslag van mijn leven. U trof haar daar in Friesland. Ze kwam uit Bussum. Ja. En toen zijn jullie getrouwd. In Friesland nog? Of? Later. Toen de oorlog over was. Na de vredesluiting. Waar bent u toen getrouwd en gaan wonen? Nou, toen zijn we dus heel kort daarna zijn we naar een bataljon toegegaan in Rotterdam. Nee, in Bergen op Zoom. 3-3-RI. Dat bataljon 3-3-RI, dat krijg ik nog steeds, dat blaadje. Ja? Ik ben met 3-3-RI-bataljon, ben ik in Medan geweest. En daar zaten we dus als een bewakingsbataljon die Medan moest bewaken tegen de aanvallen van de extremisten. Waar bent u getrouwd en waar bent u toen gaan wonen eerst? Dus eerst in een huis hier aan de in Wezep. Margrietlaan. In Wezep. In Wezep. Maar hoe kwam u dan in Wezep terecht? Nou, in 1947 heb ik de praktijk van dokter Ten Haven over. Ja, maar hoe kwam u erachter? Die had een advertentie gezet. En er waren drie mensen die gesolliciteerden. En ik was de ene. Hij heeft mij genomen. Toen heb ik dat meteen overgenomen. En wie was? Met alles, met de praktijk erbij, ja. Met de apotheek. En wie was er ook weer? Dat was die Broekens, die homo. Oh ja. Maar u kwam bij Ten Haven? Ten Haven heeft de praktijk hier gestart. Juist. Die is met niks begonnen. Oké. En toen die praktijk een beetje liep, toen wou hij naar Zuid-Afrika. Oh. Want de Russen die zaten in Berlijn. Men was bang dat er hier een invasie zou komen. En toen is hij naar Zuid-Afrika gegaan, waar zijn familie woonde.
Zijn familie woonde in Zuid-Afrika en daar is hij toen naartoe gegaan. Na het trouwen ben ik eerst naar Indonesië gegaan met het bataljon, een jaar lang. Mijn vrouw is achtergebleven. Oh. Jazeker. Heeft dat kind gekregen en dat is allemaal te zwaar geweest. Dat is een van mijn dingen die ik achteraf, na 65 jaar, nu eindelijk wel ga inzien dat dat eigenlijk iets is waar je dan toen niet anders dacht dat je daarmee hetgene moest doen. Ik moest mijn familie in Indië moest ik beschermen, omdat ze daar voortdurend aangevallen werden. En ik wilde per se als vrijwilliger naar Indonesië gaan. Ik ben na mijn trouwen meteen naar Indonesië gegaan. Meteen. Hebt u dan niet op de praktijk gestaan? Nee, ik had niks. Helemaal niks. Ik ben gewoon getrouwd en naar Indonesië gegaan. Dat bataljon is 3,5 jaar daar geweest. Okay. En toen ik terugkwam, na een jaar, toen is hier dat verhaal pas van Wezep aan de bod gekomen. Daarna ben ik die huisartsenpraktijk gaan zoeken en die heb ik hier gevonden. Oh, dus u bent eerst naar Indonesië en toen... Eerst Indonesië, ja. En uw vrouw zat intussen hier? Mijn vrouw woonde hier en die is in Hilversum geweest bij mijn ouders. Oh ja. En die heeft nog voor apothekersassistenten geleerd. Oh ja. En die wou ook alles. En dat is allemaal niet goed gegaan. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat ik toen daarna in Wezep terechtgekomen ben. Dus het is een wonderlijke manier dat je dan toch op een plek komt en je zegt, nou... Ja. Maar nu ik terugkijk, zeg ik toch dat mijn hele levensloop is eigenlijk een rode draad die uiteindelijk de doelstelling die ik heb, waar ik straks nog even over terugkom, dat is mijn estafettestokje. Ja. Dat noem ik mijn estafettestokje. Heel goed. Broekens hebben ze op heterdaad betrapt. Ja, de politie heeft er achterheen gezeten. En toen moest hij weg. Ja, zo was het. Omdat hij met een man was. Ja, bij een jongen. Ik weet de naam, maar dat zal ik nu niet noemen. Ach, waarom niet? Iedereen weet het. Ja, nou, waarom niet? Die jongen was. Ja. Ja. Nou, vertel u me straks. Maar ik heb hem altijd gesteund. Ja? Ik heb hem altijd gesteund. Ik wil niet daarvan... Want de mensen wilden daar weg. Ja, natuurlijk. Ja. We zaten in het ziekenfonds en dan wouden ze naar mij toe. Zeiden dat werkt niet. Hij doet zijn werk goed en dat vind ik niet collegiaal. Oh, dat nee. Doe ik niet. Nee. Ik ben er zelf geen over. Maar u ziet zelf hoe dit nu in de tijd dat wij dit allemaal nog meemaken. Van de 50er jaren tot nu toe. En hoe dat nu enorm wat alles totaal verandert. En toen moest hij weg omdat hij homo was. Ja. Want die jongen was een aanranding. Nee hoor. Het was gewoon uit vrijwillig. Ja, helemaal vrijwillig. Ja, Zijn vrouw was een Jodin. Het was een fijn mens. Ik heb dus altijd de neiging om de mensen niet met de buitenkant te proberen te hebben wie ze zijn. Zoals tegenwoordig met het Facebook. Ja. Ik ben tegen het Facebook. Oké. Okay. Maar met de binnenkant. Die onthouden we. Daar gaan we naartoe. Mijn zoon, Paul, die heeft mijn praktijk overgenomen in 1972. En toen die praktijk breidde zich zo uit dat er een tweede bijgekomen is en een derde. Ze waren met drie huisartsen. En dat is goed gegaan tot 1972. En toen zijn ze uit elkaar geraakt. Ja, van 52 tot 52. Nou, dat was hard werken geworden. Ja? Kent u er nog wat? Zondagdiensten was er wel. Dat hadden we op het laatst wel. Maar bijvoorbeeld als ik met kerst bij mijn ouders in Hilversum was, dan werd ik teruggeroepen voor iemand die hier een bevalling moest doen. Ja, ja, ja. Zo was dat. Ja. Ik had het maar te maken. En dan deed u dat ook. En je had het maar te maken als het zover was. Ja. En die tijd is voorbij. En dat is wel goed, maar aan de andere kant was ik er helemaal niet rouw om. Ik vond het prachtig werk wat ik deed. Nou, ik heb dus ontdekkingen gedaan dat je kan herkennen wanneer iemand schurft heeft. Dat heb ik kunnen ontdekken doordat ik daar in mijn praktijk, in de tijd dat ik nog verhuisd had weer, heb ik daar een manier ontwikkeld waarmee je dus het torretje wat gangetjes graaft in de huid, als je dat heel goed ziet kun je dat ding herkennen en dan weet je dat dat de oorzaak is van de schurft. En zo zijn er een heleboel dingen waar ik dus een heleboel in de geneeskunde wel meegeholpen heb om de zaak vooruit, om daar wel degelijk aan die huisartsengeneeskunde ook technisch
een toevoeging te geven. Ja. De Wezepers heb ik steeds meer van nabij leren kennen. Het waren moeilijke gezinnen, maar juist met die moeilijke gezinnen kon ik het beter vinden ja. als met mensen waar het altijd wat vanzelf ging. Dan kon ik ze helpen. Dan kwamen ze me s'nachts om 2 uur op mijn bed halen, omdat ze weer mot hadden gehad met elkaar. En dan kon ik ze daar weer bij helpen. Ja. En juist die mensen, daar leer ik het meeste van. Als je niet wegloopt als het moeilijk gaat met elkaar. En dat is eigenlijk waar ik, dat is een van mijn stellingen die ik op de hangboek steeds beweer. De Wezepse bevolking woont in het veld en niet aan de rand. De echte Wezepers die zitten in het veld. Wezepers, dat zijn veekopers. De kroppe, dat is een beetje de oudste hier, de koning van het veld. Die heeft iets van 14 kinderen gekregen. En daar kon ik heel goed mee. Dat was een veekoper. En die had achter zijn huis, heeft een boerderij, hè, waar de koeien altijd naartoe gingen. Ze hadden de veehandel in de handen. De boekert en de dennen en de ja, dat was echt wezen. En daar kan ik reuze goed mee, hè, met de wezens. En de strademakers? Ja. Ja, ik had hier eens een keer een bandje, had de EO gemaakt. Een bandje, ook weer een verhaaltje voor de EO. Dat bandje, dat wou ze graag hebben. Omdat ze dat zo mooi vond, wat ik daar vertelde. Want dat is precies wat ze willen. Daar ging het over. Ze willen het geloof wel op ja. hun manier. Dat is nou wat de huisarts nodig heeft, een soort intuïtie, dat hij buiten de gewone methode die je hebt voor de onderzoek, dat je intuïtief van binnen in de gaten hebt, hier is iets mis. Ik heb het kind weggestuurd en dat bleek een hersenvliesontsteking te hebben. Dat zijn zo van die dingen waar ik dus erg ja, mee door de narigheid heen geholpen, ben. En bijvoorbeeld een bevalling met een nabloeding. Ook weer zoiets, dat kan levensgevaarlijk zijn. En dat, maar ja, ook daar zijn dingen die je dus echt maar klaar hebt te maken. En toch is me dat vaak wel, ben ik daar eigenlijk doorheen. Dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. Dat ik vaak uitgeholpen ben en gered, waarvan ik dacht, nou, dat was kantje boord. Ja. Okay. Nou, echt misgegaan is er nog nooit iets. Nee? Nee, nooit. Het is altijd tenslotte allemaal goed gekomen. En wel bijna, dan had ik mijn spuit bij me, spuit met ermetrine. En dan, ja, dan zag je zo dat hij de boeringen ophield. Maar het kan inderdaad zo moeilijk worden dat je er echt onderdoor. Maar het is mij nooit overkomen nee. dat ik iemand verloren heb met een... Niet op tijd doorsturen is iets wat we allemaal een klein beetje hebben. Jij verwendt je, dat zei ze tegen mij. Ik ging er s'nachts vaak heen, als ze wat hadden, en dan was het niks. En dan zei ze, jij verwendt de mensen, want dat deden de anderen niet. Hè. Als je voor elkaar waarnam, dan deed jij gauwer ging je heen als een ander. Ik ging vaak naar de mensen toe, maar achteraf heb ik er nooit spijt van gehad. Wie zei dat, u verwendt? Nou, collega's. Collega's? Ja, zeker. Ja. Ze vonden mij een, te goed. Laat het maar eerlijk zeggen. Maar dan is het waarschijnlijk niet vaak gebeurd dat ze u verwijten van, u hebt mijn man dood laten gaan. Dat is nooit meegemaakt. Of vrouw. Maar ik ben er wel een keer voor gewaarschuwd ook. Hè, dat ze zeggen, mijn man, die hoest zo. Ja. Nou ja, dat doet iedereen wel eens. Maar stuur ze nou in en toen was het kanker. Dat is wat je dus altijd weer daar boven water moet zien te krijgen. Ja. Hier. Je moet proberen de mensen zelf ook aan bod te laten komen. En ze zelf ook hun eigen gezondheid dus een keer ja, wat scherper mee te helpen beoordelen. Die thuiszorg, waar ik nu zelf een klein beetje in zit. moet hier gewassen worden door iemand. Een meisje van 20 jaar, die gaat mij hier eens, terwijl ik 93, dan moet ze me helemaal wassen. Nou, dat is... Ja, goed. Vooruit, doe maar. Paul heeft de praktijk overgenomen. In 1972 is hij naar Zavora gegaan. Hij is zo'n beetje mijn... In de voetsporen. Mijn opvolger. Ja. Hij neemt het over. En daar is dus een groep, die zijn daar een zendingspost aan het bouwen. Samen met de Luctorianen. Met de bouwvak en met de mensen die daar boren.
En daar is hij dus op het ogenblik doet hij daar enorm veel, heel, heel goed werk. En oktober komt hij terug, 20 oktober, en zo, we zien hoe het verder gaat. En u ondersteunt dat van harte, neem ik aan? Ja, meer dan. Ja, ja zeker. Zo de Stichting Ontwikkeling Dokters voor Live Artsen. Na 1972 heb ik hier het huis laten bijbouwen. Dat is hier tot de muur hier, dat was het, een huis dat stond hier. Dat hele stuk is erbij gebouwd. En toen heb ik hier nog geprobeerd wat praktijk te doen. Toen heb ik me intens bezig gehouden met allerlei organisaties. De huisartsenorganisatie, de christenstudentenorganisaties, christenartsenorganisaties. Ik ben 12 jaar lid geweest van, ik ben 12 jaar secretaris geweest van de PKN. En, dat is nog veel mooier, mijn 20 jaar, 30 jaar, ben ik geweest naar de internationale medicine, dat persoon conference, de geneeskunde van de persoon. Die is gestart in 1947. Bijna elk jaar ging ik dus naar internationale conferenties. Aha. In Duitsland, in Frankrijk, in Engeland, in Zwitserland, in Griekenland, in... Nou genoeg. Amerika ben ik, USA ben ik geweest. Zo. En dat waren groepen van 40, 50, 60 mensen. En dat is de geneeskunde van de persoon. En dat geeft weer, waar eigenlijk ik dus van zeg, dat is wat in de geneeskunde ontbreekt. Dat je niet alleen de buitenkant van de mens aanpakt, maar aan de binnenkant soms de oorzaken van de ziekte zitten. Dus een depressie. Doordat je je eigen schuld altijd maar op jezelf neemt, terwijl dat niet nodig is. Je kunt schuldgevoel, dat moet je niet op je nek... Nou, ik noem even een voorbeeld. Mijn broer is, is met tuberculose naar Zwitserland gegaan. Mijn broer, de oudere broer, daar ben ik heel vaak geweest. Die is directeur geweest van het Nederlands Sanatorium. En later de astma kliniek. Oh ja. En daar ben ik dus, hebben we vaak samen mee opgetrokken. En met de kinderen dus ook vaak de vakanties daarheen. Ze hebben dan een tijdje en daar zitten we natuurlijk, komen we dus heel geregeld heen. En vaak met vakantie, ja zeker. In 1972 ben ik hier terechtgekomen en dat ging allemaal nog wel. Maar dat ging steeds meer achteruit. En toen werd zij dus ook boven de 80. En toen is je eigenlijk niet meer in staat geweest om een beetje het leven aan te kunnen. En we waren allebei blij, ik tenminste, dat er bij haar dus een eind aan kwam in 86. We hebben hier samen doorgebracht. Ik sliep hier naast haar. Zij sliep hier en daar slaap ik nu. Ze heeft men noemt dat schizofrenie. Oh. Een gespleten lichaam. En dat had ik niet in de gaten, de eerste 10, 20, 30 jaar. Maar dat is later, toen dus echt haar rol kwam. Toen ze dus een maatschappelijke rol moest spelen, dat de kinderen groot werden. Toen brak dat door. En toen was het altijd dat ze er niet meer tegen kon. En dan liep ze weg. Dat weten de wezenpers wel. Ze zijn een keer 3 maanden weg geweest. Ja. Ja, we hebben wat meegemaakt. Zo. Ja, ja. Maar ik heb er nooit achteraf, ik zeg nooit, juist hierdoor leer ik nu mensen vast te houden die het ook niet kunnen. Die het ook niet aankunnen. En dat je daarnaast gaat staan, iemand die een handicap heeft, zeggen nou, ik stoot je af want ik heb niks meer aan je. Maar probeer nou juist mensen die het nodig hebben om met jouw know-how en datgene waar je dus doorheen geholpen ben. Ik ben er doorheen geholpen, nu help ik een ander er ook doorheen. En dat is eigenlijk mijn estafettestokje. Dat is een beetje het eind van mijn verhaal. Bravo. Is het een beetje? Ja, prachtig. Zie je dat? Ja.